Down by Flame is een actie-RPG die is ontwikkeld door de redelijk onbekende studio Spiders. Dit is nou typisch zo'n game waarvan ik denk, leuke ideeën, slechte uitvoering. Het verhaal speelt zich af in een mystiek land vol met elfjes en magiërs en monniken en noem het allemaal maar op. Dit land wordt bedreigd door de Ice Lords, een soort van mythische wezens die in het noorden wonen, die de mogelijkheid hebben om alle doden terug te laten keren en voor hun te vechten. Ice Lords doet me een beetje denken aan een andere fantasy franchise. Je speelt in deze game als Valken. Live long and prosper. Nee, niet die Valken. Deze Valken kan goed met een zwaard omgaan en met messen en is een huurling. Een mercenary group, daar zit hij bij. Deze hebben de opdracht om een groep monniken te beschermen terwijl zij een soort ritueel uitvoeren. Dit ritueel gaat natuurlijk fout en jouw character, Valken, wordt bezeten door een demon. Stick your cock up her ass, you motherfucking worthless. Be silent! Uiteraard komt het allemaal niet goed uit, want de Ice Lords staan op het punt om het land binnen te vallen, waardoor er ook weer allemaal andere wezens opstaan en mensen gaan killen en dat soort dingen. Oh, het is allemaal druk en het komt nooit goed uit. Je reist dus door het land heen om zo de Ice Lords tegen te houden en tegelijkertijd jouw demon proberen te beheersen. Of juist niet. Het demonen-element is het element wat de hele game eigenlijk tot stand houdt. Jij bent bezeten, de demon praat af en toe tegen je. Helaas wel in de meest stereotype stem die er maar is. En af en toe krijg je in het verhaal keuzes die je kan maken. Ga je met de demon mee die bijvoorbeeld zegt, ja, ga naar links, van links daar kunnen we meer macht krijgen en meer zieltjes winnen. Of ga je voor je eigen good side en zeg je, nee, ik moet naar rechts, want ik moet dat stadje beschermen. Dat soort keuzes krijg je af en toe in de game en leidt zich dus tot andere chapters. Iets wat ik vet vind. En wat ik ook gaaf vind is, als je voor de demon kiest, dan krijg je ook soort van demonische dingen aan je lichaam. De demon neemt jou langzamerhand over. Dus op een gegeven moment krijg je van die gloeiende ogen en krijg je hoorns aan je hoofd en dat soort dingen. Dat vind ik echt heel gaaf. Voor de rest is het verhaal helaas heel erg cliché en dat geldt ook voor de personages en de settings waar je in terechtkomt. Je hebt je standaard elfenmannetje met een boogje, je hebt een standaard barbaar, ik ben dom maar wel heel sterk. En je hebt natuurlijk de standaard chick met, ik kan magische dingetjes doen en ik heb tieten. En joh, het is gewoon, dit hebben we al zo vaak 80.000 keer gezien, doe er nou eens een keer wat anders mee. Down by Flame doet er helaas niks anders mee en dat geldt ook voor de settings waar je in terechtkomt. Je hebt natuurlijk een tempel, je hebt een moeraslevel en je hebt een ijsstad, dorp, berggebied en die heet Karathleth. Doe me ook weer denken aan een andere fantasy franchise. So Gandalf, you try to lead them over Karadras. If the mountain defeats you, will you risk a more dangerous road? Ik heb Bound by Flame op de PlayStation 4 gespeeld en het is overduidelijk dat deze game niet gemaakt is voor de current gen consoles, maar voor wat hiervoor kwam, de PS3 en de Xbox 360, waar de game ook op is gereleased. Het ziet er gewoon allemaal niet zo heel goed uit. Ook als personages tegen je praten, hebben ze geen emoties in hun stem, maar doen ze van die hele komische jaren 90 bewegingen. Het ziet er gewoon niet overtuigend uit. En er is echt iets heel raars met deze engine aan de hand, want af en toe zou ik zweren dat de game een soort cel-shaded look probeert aan te grijpen. Maar dat is het dan weer niet als je de camera een beetje draait. Want dan verdwijnen een aantal dikke lijnen om objecten heen. Het ziet er gewoon niet heel goed uit en het is vooral niet heel erg geïnspireerd. Het is niet creatief. Je mist gewoon het extra stapje qua art en level design. Helaas is de wereld waarin je rondloopt ook niet echt een open wereld. Je ziet op de map ook vaak alleen maar een paar gangetjes. Maar als je om je heen kijkt, dan doet het suggereren dat er een hele grote plek gaande is. Maar dat is niet zo. Het zijn vaak allemaal een paar gangetjes. Je moet van punt A naar punt B en daartussen zijn monsters. En je hebt dan natuurlijk wel een paar steden waarin je met mensen gaat kletsen, sidequests gaan aannemen, etc. Waar de game helaas gigantisch op zijn bek gaat, is in de gameplay. De combat ziet er op papier wederom veelbelovend uit. Je hebt een paar verschillende standen, zoals een warrior stance, dat je een lang zwaard in je klauwen hebt en je kan enemies omver trappen. Helaas werkt dat de helft van de tijd niet, dus je kan er niet echt op bouwen. En je hebt een soort van rogue stance. Dan heb je twee mesjes in je klauwen en kan je heel snel aanvallen en je kan dodgen.
Daarnaast heb je ook nog magische aanvallen die je kan uitvoeren, fire spells, want je hebt een demon in je, dus moet je er wel gebruik van maken. En je kan ook andere dingen doen, zoals crossbow bolts afschieten en explosive traps neerleggen, wat best wel vet is. Je hebt 3 verschillende skill trees die je kan upgraden. Een tree voor de warrior stance en zeg maar het bulk van je character. Eentje voor de stealth dingetjes en de snelle meshes. En de andere voor de magische aanvallen. Ook is het mogelijk om allerlei objecten, items, wapens, armor, noem het maar op, te craften. En deze ook te upgraden door middel van materialen die je van enemies afjat zodra je ze hebt gekilled. Wat ik heel gaaf vind is dat er heel veel verschillende objecten zijn die ook uniek eruit zien op jouw character. Vind je bijvoorbeeld een helmpje die er iets anders uitziet, dan zie je dat ook meteen op je character model terug. Dus in die zin is het wel gaaf om meteen die verandering te zien. Maar hoor ik je denken, waar faalt de gameplay nou eigenlijk? Ja, ik kan niet geloven dat ik dit zeg, maar de enemies zijn te sterk in Bound by Flame. Al vanaf moment 1, op het moment dat je een zwaard in je klauwen krijgt, merk je al van waarom moet ik 30 klappen uitdelen aan een standaard skeletmannetje? En waarom is het zo dat als hij 1 klapje tegen mij doet, ik meteen 20% van mijn health kwijt ben? Je wil niet geloven hoe fucked je je voelt als je een ruimte binnenloopt en er staan 3 enemies om je heen. Niet zozeer omdat het te moeilijk wordt ofzo, want je hebt health potions, je hebt health regeneration, dus loop even weg, vermijd je vijanden en dan heb je genoeg health en dan kan je er weer even tegenaan. Maar het duurt gewoon allemaal zo lang en ik heb zelf niet het geduld om urenlang te doen over een paar standaard vijanden. Je bent gewoon urenlang op zo'n gast aan het hakken. En dit is nog erger als je dus een sterkere vijand hebt of je hebt een fucking boss. Daar kan je gewoon letterlijk een half uur over doen om hem neer te halen. Terwijl je al lang zijn patroon hebt ontdekt, je weet al lang wat je moet doen. Maar je moet gewoon voorzichtig zijn, want als die guy je 1 keer klapt, bam, je bent fucking dood. En je moet gewoon 80.000 slagen doen. Ook al heb je bijvoorbeeld de warrior skill tree helemaal geupgraded. Ook al heb je al je gold gespendeerd aan het kopen van een sterk wapen en het upgraden ervan. Het boeit bijna geen fuck. Het duurt gewoon allemaal veel te lang. Daarnaast voel ik me ook heel vaak benadeeld. Want bijvoorbeeld die trap waar ik het eerder over had, die de warrior kan uitvoeren. Ja, die werkt gewoon de helft van de tijd niet. En ook al werkt die wel, zijn er alsnog vaak 2 andere vijanden om je heen die gewoon lekker los op je gaan staan hakken. En het voelt allemaal zo houterig allemaal. Het voelt niet vloeiend. Met dat zwaard en met die knives kan je amper echt een combo uitvoeren. Ik voel me vaak al gewoon gelukkig als ik 1 slag goed kan uitvoeren. Je kan gelukkig ook blokken en je hebt een parry move dat je dus ineens een counter doet. Dan gaat het scherm ook eventjes in slow motion. Maar ook die doen ze hebben allemaal amper effect. En dan heb je nog magie. Ja, vet, je kan vuurballetjes afschieten. Maar ja, daar gaat fucking 30% van je mana voor zo'n klein beetje damage aan je vijanden. Het wordt op den duur gewoon echt motherfucking frustrerend. Je bent aan het rondlopen en je denkt, godsam, wat ben ik al aan het eind van mijn quest. Nee hoor, weer 3 standaard vliegende kwallen waar je weer gewoon 80.000 uur over moet gaan doen om ze neer te halen. Ga je weer een andere ruimte in? Yay! Weer 3 kwallen waar je weer 3 kwartier op gaan staan hakken. Het is constant hetzelfde en het duurt zo lang. Maar de game geeft je nog een hulpmiddel in de vorm van companions. Er kan altijd iemand met je meelopen en die kan al meevechten. Helaas gaat die ook vaak binnen 2 slagen dood en wordt die dus compleet waardeloos. Dus waarom ze überhaupt de moeite hebben gedaan om dat in te programmeren, geen idee. Bound by Flame is een interessant spel. Er zijn een paar vette ideeën. Ik vind de setting op zich leuk, de muziek is op zich leuk en er zit wel wat sfeer in. Maar de voice acting is slecht, de graphics zijn slecht. Zeker voor een fucking PlayStation 4 titel waar ik hem op gespeeld heb. En de combat is gewoon te langdradig. Ik hoopte eigenlijk dat de game gewoon sneller was, zodat ik er sneller doorheen kon. En gewoon kon kijken hoe het was om die full demon te zijn. Maar fuck dat. Ik ga echt niet meer 3 uur lang op standaard soldaatjes gaan hakken. In de hoop dat ik het overleef. En in de hoop dat ik genoeg health potions over heb om nog door de volgende ruimte heen te gaan. Bound by Flame, het gaat helaas in vlammen op.